Is het hier een beetje leeg gevist? Dit is een van de 40 vrijwilligers die al de hele ochtend bezig is om de zuidplas van het Kraaiennest klaar te maken voor de Gruto. Deze en andere weidevogels kunnen meer eten in ondiep water vinden. En daarom worden er 2 plassen in Midden-Delfland afgepompt en leeggevist. Het gaat niet goed met de Grutto. En om de Grutto meer jongen te laten produceren, moet ze natuurlijk sterker zijn. En om deze plas ook aan te bieden, kunnen ze hier in die ondiepe plas kunnen ze allemaal kreeftjes en andere kleine torretjes pakken. En dan hoeven ze maar een heel klein stukje de polder in te vliegen om daar weer hun eieren te leggen. En, dik en goed aan het seizoen te beginnen. Ja, ik ben ontzettend trots op dit project. En dat is om 2 redenen. 1, omdat we hier echt iets voor de biodiversiteit in het gebied kunnen doen. Dus het wordt een hele mooie plek voor weidevogels. En een tweede is dat dit echt een initiatief vanuit heel veel partijen uit het gebied is. Zelfs sportvissers die hun visplek kwijtraken helpen mee om die Gruttoplas te realiseren. Daarvoor moet wel eerst alle vis voorzichtig uit het water worden gehaald. Ik ga nu weer naar de jongens die aan het scheppen zijn. Dan komt er een bak, komt er de kant op. Waar vis in zit, maar die zit nog onder de baggen uit de plas. En dat wordt dan gespoeld en dat gaat dan weer in het schone water. En dan gaan ze daar in de schone bak. We zijn nog steeds bezig in dat eerste stuk, want daar zit nog zoveel vis in. Maar door het zware baggenwerk wat je moet doen, is het amper eruit te krijgen. De sportvissers gaan stug door, want ondanks dat zij hun eigen visstek kwijtraken, zien zij ook het belang in van het vogelparadijs. In ons bestuur was eigenlijk vanaf het eerste moment van ja, deze plas kunnen wij wel afstaan. Heel klein beetje. Ja, heel klein beetje. Moet ik daar dat hele eind voor gaan lopen? Maar wij zijn natuurlijk wel natuurliefhebbers. Wij zitten graag in de natuur en daar zitten wij heel veel uren. Dus ja, voor ons is het een plus-plus, denk ik. Dit is het laatste beetje wat ik nu heb. Wij huren van het waterschap Delfland, huren wij de vereniging van ons, huurt ongeveer, denk ik, 90% van hun water. Dus wij hebben water zat om te vissen.